gaan we doen. De leeuw, olifant, welke ga je pakken? Hier, de aap. Ja, de aap. Goed zo, Jamie. Deze kinderen zijn zo beperkt dat ze in het dagelijks leven eigenlijk heel passief zijn. Ze krijgen vaak passieve activiteiten aangeboden. Cognitief gezien zijn deze kinderen heel beperkt en kun je ze niet zo goed uitlokken. Dus met de coach kun je zowel sociaal, emotioneel, cognitief, maar ook communicatief dingetjes bereiken. De Gojo is een computer en het bijzondere van die computer is dat hij oogbesturing heeft. Dus met behulp van oogbesturing kunnen deze kinderen de computer bedienen. Dus je hebt echt interactie met ze. Je kunt ze belonen, je kunt ze een keuze laten maken. Kaas. Dat is voor op de boterham, hè? Chocolade, hagelslag. En dan zie je dat zijn eigenlijk de basisvoorwaarden ook voor communicatie. Hè? Aandacht hebben ergens voor, gericht zijn ergens op en daarop reageren. En dat kan met een Gojo heel goed. Wat zullen we doen? De boerderij? Oké, goed verteld. Knap al. Dat je daar een communicatieprogramma op zet met plaatjes, met foto's, pictogrammen. Dat een kind op die manier bijvoorbeeld kan vertellen hoe die in zijn vel zit. Met wie ga jij altijd naar Xie? Mensen. Wie ga je dan? Oma. Met oma? Ja, wie gaat er dan meer naar Xie dan? Kun jij dat vertellen? Eline. Ga je met Eline naar? Wat je bij Jamie ook ziet, je ziet hem langzaamaan, zie je hem ontwikkelen. Dat hij de eerste keer dat hij het plaatje zag met zijn eigen foto en dat hij dan echt, ik denk wel 100 keer, Jamie. En hij bleef maar bezig, hij hield niet meer op. En ik denk, het is misschien wel de eerste keer in zijn leven dat hij heeft kunnen zeggen dat hij Jamie is. Als hij een communicatieapparaat heeft, dan geef je hem een stem, dat heeft hij nu niet. En een Jetro, ik denk wel dat de oogbesturing ervoor zorgt dat hij een stukje zelfstandigheid krijgt. Zullen we eens even laten horen dat jij gitaar kan spelen? Ben ik benieuwd hoor. Kun jij muziek? Ik wil graag meer muziek maken, tuurlijk kun jij dat. Nu heeft hij geleerd om zich visueel meer te richten. Hij laat mij zien dat hij geniet en dat hij het leuk vindt. En dat hij reageert op complimenten. En dan heb je interactie. En interactie is communicatie. Is dit iets wat de logopediste moet doen? Ik denk dat een begeleidster of ouders dit ook kunnen doen. Dat is echt een doel. Dus als ouders dan in het weekend hier zijn, kunnen zij met de coach aan de slag. Want dan krijg je dat kinderen daar vaker gebruik van maken. Mm-hmm. En dat ouders ook gewoon actief iets met hun kind kunnen doen. Kijk wat de communicatiemogelijkheden van een kind zijn. Op welke manier kan dit kind zijn communicatiemogelijkheden optimaal benutten? Dat je zelf een stukje regie krijgt. En dat is gewoon heel belangrijk, dat je zelf je eigen keuzes kan maken. Dat is het doel. Dat is communicatie.